Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon X Avatarlog met Sander van Gaming SB. Hallo! Hallo! Hallo. Welkom. Ik weet eigenlijk niet waar jij bent. In wit, de... wit beeld. Ja, nu zien jullie goed. Ja, kijk, top. Ik ben in een Pokémon Center. Ah. Maar ik weet niet waar en welke. Ja, want jij hebt het sneeuwt hier. Oké, okay, je hebt de Battle met Surnias nog niet gedaan. Ik heb geen idee. Waar moeten we naartoe? Nou, ik denk dat ik iets verder ben dan dat jij bent. Maar jij hebt wel al de Team Flare hideout in Lumio's gedaan, dat weet ik nog. Dus ik denk dat je naar Geosange Town moet. Geosange Town. Nou, dan gaan we even zo'n dooie pakken die kan flyen. Ja, dat moet toch ook gebeuren. Dat moet zeker ook gebeuren. Aangezien ik in... Ik heb geen idee hoe deze stad heet. Ben. Dus ja. Ja, Plashender is ook een hele hoop levels omhoog gegaan. Maar ja, dat hoort dus eigenlijk niet. Want hij is dood. Ah, okay. Dus maakt in principe ook niet zoveel uit. Alleen ik had hem nodig voor Fly. Okay. Geosange Town. Ja, oké, ik zie hem. Ik ga er nu naartoe. Dus... Oké, okay. Vet coole animatie. Zeker. Kan Sword and Shield nog wat van leren? Nee. Ik vond Sword and Shield wel gewoon vet hoor. Ja, maar de fly animatie is er niet meer toch? Of... Nee, dat klopt. Maar dat hoeft ook niet. Ik moet zeggen dat ik daar ook eerder ongeduldig van word dan dat ik denk wow. Ja, precies. Ik moet altijd zo lachen bij... Omega Ruby en Alpha Sapphire, dan is de fly animation echt lelijk, zeg maar. Oh, echt? Ja. Yeah. Oké, ik heb nu geen idee. Moet ik nu hier in... Oh, al deze huizen staan op z'n kop. Ja, yeah. Je moet als goed linksboven in de stad zijn. Oh, bij zo'n grot, ja. Ja. Team Flare Secret HQ. Ja, daar ja. Not so secret anymore. Nee. Gotcha, bitch. Het staat nu op YouTube. Ja, precies. Dus. En daar is onze... Ja, ik wou zeggen vriend Lysander, maar... Oké, hier staat wel ook Lysander, maar die wil niks. Ik ga nu tegen Serena praten en die zegt verder ook niks. Hé, hey, dat schiet al. Oké, misschien even lezen wat ze zeggen. But it's too late. There's no hope for you now. Nou, go down aardig. To the lowest floor and see for yourself. Kan ik nog een floor lager? Wat? Er is een floor lager. Ik denk je gaat dan omhoog. Nee, hè? Ik ga ook omhoog. Moet je daar niet ergens een trap af of zo? Ja, dat moet haast wel dan. Zo leuk hè, als je een game speelt die je nog nooit gespeeld hebt. Voor YouTube dan is meteen zo van, hè, wat? Hoe vind je de game eigenlijk nu je hem voor het eerst hebt gespeeld? Ja, leuk. Wel. Mooi zo. En had je trouwens nog een nieuwe Mario game, of een nieuwe Mario game, een nieuwe game gekocht voor de Switch? Ja, ik had die Professor Layton. Oh, ja. Of Mystery Layton. Ben je al ver? Nee. Ja. Nee, ik had hem eigenlijk een beetje gekocht vlak voordat ik al mijn tentamens begonnen. Oh. Dus, ja. En hoe gaan de tentamens? Ben je al klaar of niet? Nee, volgende week nog één grote tentamen en nog twee kleine. Oké. Okay. Dus, ja. We zien wel hoe het gaat. Precies. Oeh, deze Oké, okay, Meowstick. Hoe kom ik aan een Meowstick? Oh, wacht, dat is de Serena. Doe maar Poison Fang op die Liepard. Vergiftig hem. Ja, precies. Toxicroak neer. Ik heb niks gedaan en toch is hij neer. Yes. Daar houden we van. Dus, ik heb trouwens ook getraind, jongens. Misschien had je dat toevallig door. Ja, even aangezien ik met een fucking Trapion van level 52. Ik heb ze ook gewoon laten evolven. Ik denk, fuck dat.
Dat heb ik verder in de serie ook wel eens gedaan, of eerder in de serie. Ja, maar al wacht ik altijd op totdat je in een, hoe heet het? In een aflevering. Alleen ik had nu met trainen, oh, het duurde zo lang. Ik denk, fuck it. Hé, hey, we hebben die shiny kunnen evalueren. Ja, klopt. Dat is zeker ook nice. Dus, op magische wijze. Magische poeder. Precies. Even kijken, ik kan eventjes gauw laten zien. Kijk, dit is hem. Hij heeft in principe niet zulke hele goede moves, maar het kan ermee door. Het is beter dan Imoga, die is helemaal trash. Ik was al een paar keer bijna dood gegaan, dat ik denk van, oh nee, don't do this. Hoe nog meer dubbel battles. Is dit generatie 3, want er zijn enorm veel dubbel battles. Ik vond, als je geen Nuzlocke doet, vind ik dubbel battles wel vet. Ja, met nadruk op als je geen Nuzlocke doet. Yeah. Want in Nuzlocke zijn ze kut. Ja, en dat wordt nog leuk als ik straks in mijn master mode, dan heb je zo'n triple battle volgens mij ergens. Oh ja, yeah, in de black en white, ja, yeah, daar zitten triple battles. Ja, dus dat wordt nog leuk. En rotation battles. Ja, ook nog. Maar rotation battles vind ik minder erg. Ja. Want het is nog wel gewoon 1 tegen 1, maar een triple battle is gewoon... Ja, gaan ze vaak ook allemaal op 1, dus is basically 3 tegen 1. Om het eerlijk te houden. Dus ja. Ja, nou ja. Weet je, het gaat erom dat je lol hebt in het leven. Precies. Nou heb ik in de laatste master mode die ik heb opgenomen, had ik niet zoveel lol. Niet? Ging het verkeerd. Mogelijk. En waarschijnlijk als jullie deze video zien, staat die online. Dus ik kan het wel zeggen. Ja. Mijn Granbull ging dood. En dat was mijn MVP. Oeh, dat was sad. Echt de gozer die eigenlijk... Ja, als ik iets niet kon verslaan, dan ging ik gewoon naar Granbull en... Ja. Okay. Hij ging dood door een... wat was het? Een Tornadus? En daarvoor kwam ik al een Kyurem en een Raikou tegen. In de aflevering. Oh, dat was wel een topaflevering. Dus ik werd echt genaaid, ja. Nou, hij was wel spannend, maar... Ja, dat geloof ik wel. Ik zit te denken, ik wil niet te ver vooruit lopen. Omdat jij natuurlijk nog bij Xerneas daar bent. In de buurt. Ik weet niet waar jij bent. Ik weet niet hoe ver je voorloopt. Ik weet niet. Ja, ik heb... Nee, oké, dat is waar. Maar ik heb dat gedeelte wat jij nu aan het doen bent, dat heb ik de vorige aflevering gedaan, zeg maar. Ja. Dus ik doe je wel even kijken of er leuke nog meer punten. Ga shiny hunten. Ja, zal ik dat eens doen? Ja, nou. Waarom niet? Moet ik alleen wel even een Pokémon met Sweet Scent oppikken. Smart. Maar ik ben ook zeer smart. Ja? Ik kan nu een hele flauwe grap gaan maken, maar ik weet niet of mensen die gaan begrijpen. Oh. Ten eerste, en daarnaast is hij echt zo leuk. Nu ben ik wel benieuwd. Oké, ben je specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden? Nee! Fuck, ik word ook direct gepunished voor mijn grap. Afgestraft, ja, ik snap het wel. Pokémon kwijt of dat niet? Yep, mijn Drapion. Oef, dat is wel een punish, ja. Ja. Sad. Ja, dan even kijken, want dat was je Dark... Wat is hij ook alweer? Dark Poison? Ja. Kan je dat een beetje opvangen? Jawel, denk ik. Mogelijk, misschien. Nee, ik heb Absol, alleen die moet dus nog getraind worden. Hartstikke leuk. Dat is want wel, ik heb natuurlijk... Ik heb wel Scraft, die heb ik wel weer een beetje opgetraind ook, maar... Ja. Ik ga niet mijn hele box trainen, zeg maar. Nee, snap ik. Oh. Mijn Shiny is ook dood. Wat? Wat ben je aan het doen allemaal?
Ja, ik moest iets. Jij was weet je, tegen. Als ik mijn Imoga uit zou sturen, dan zou die Houndoom me ook killen. Jij was denk ik gewoon. Jij bent gewoon bang dat ik je een keer ga inhalen met Dead. Dus jij denkt van, nou laat ik maar zorgen dat het niet kan. Ja, ja. Oké. Okay. Gelukkig gaat hij ook weg. Ik ben nu al salty. Ja, we zijn pas 10 minuten bezig en ze zijn al salty. Ja, maar vind je het gek? Nee, dat vind ik niet gek. Okay, ik moet zeggen, die Drapion was mogelijk wel een beetje mijn eigen schuld. Ja. Want ik was vergeten dat ik hem... Zeg maar, voordat de battle begon, was ik vergeten hem te healen. Ah. Terwijl ik letterlijk naar Pokémon ging, toen dacht ik, wat doe ik eigenlijk? En toen ging ik weer weg. Dus ik was vergeten om te healen en ja, toen ging hij dood. Joh, hoe komt dat nou? Ja, zeg. Maar doordat hij dood ging, ja, had ik echt niks goeds om te doen. Sad. En toen deed ik mijn bug type, maar ja, tegen een fire type. Omdat ik dacht, oh, bug is super effectief tegen dark volgens mij. Ja, joh, joh. Maar ja. En toen faalde je. Is ook fire. En dan doet hij gewoon zo'n fire move. Dus eigenlijk was dat ook al een beetje je eigen schuld. Ik ben gewoon de laatste tijd niet zo goed meer in Nuzlocke. Ik ben het verleerd, denk ik. Ja, want je was vroeger wel goed in Nuzlocke. Oké, okay, fair enough. Wow. Wow, wow, was with Andy. Ja. Kom op, Sander. De beste prankster ooit. Zeker. Snapking was er niks bij. Hey, ik ben er niet, het zal je niks verrassen. Ik ken de teamsong niet, ik ga eerlijk met je zijn. Oef. Niet uit mijn hoofd. Oef. Als ik hem nu één keer hoor, dan weet ik dat het me wel lukt. Maar... Oh, moet ik direct 4 mensjes verslaan? Ja, dacht niet, trul. Wow, 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 Sander, easy. Easy. Oh. Dat wou ik niet. Ik wou niet saven. Nee, ik wou niet saven. Waarom save je dan, Sander? Ja, ik druk op de knop steeds per ongeluk. Ik ga gewoon solo runnen, denk ik, vanaf nu. Want de rest gaat toch dood uiteindelijk. Dus ik ga wel gewoon. Ik kan wel nu helemaal naar de Pokémon Center lopen en Pokémon toevoegen, maar... En die Pokémon zijn toch low level, dus heb ik toch niet zoveel aan. De tactics van Sander. Ja, dus we gaan gewoon naar Squirtle. Blastoise. Urkenintje. Om het jezelf lekker makkelijk te maken. Ja, precies. Kijk, One Hit KO, daar doen we het voor. Ik zeg trouwens wel mooi van, ja, ik ga gewoon solo run doen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet handig, want dan ga jij weer douchen van, nee, hij is te hoog level, je mag een gym niet verslaan, hè. Ja, maar Sander, ik weet niet of je de vorige Avatar Lock hebt gezien, maar dat was gewoon niet leuk. Nee, oké, okay, dat is waar. Nee, dat was een beetje te... Ah, ik ging wel geen Pokémon meer verliezen. Nee. Maar zo hoog zou ik nu ook niet zo gauw gaan, want nu is het gewoon kut om Pokémon te trainen in deze game. En die vorige game was te makkelijk. Gewoon... Waardoor ik heel snel heel hoog level was en... Ja. Geef de game maar de schuld. Oh, ik geef de game niet de schuld. Ik zeg alleen dat het bij de vorige game wel makkelijker was. Nee, moet je allemaal praten en bevechten? Ja. Waarom? Dat is de game. Oh nee, oké, dan weet ik dat dan. Xander, ik kan nog wel even inhaken op een tweet die jij plaatste, hè, over de E3, maar... Verwacht je echt niet zoveel van de E3? Nee, eigenlijk niet.
Oh, eerlijk ben. Ik verwacht juist een van de grootste E3's ooit, omdat en er nog maar heel weinig bekend is van spellen die gaan komen. Oké, daar haak ik eventjes in hoor. Sorry, ja. Niet netjes. Maar heb je Ubisoft gezien? Er was niet eens een panda. Er was niet eens een Just Dance panda. Kom op. Ja, maar ik ben wel super excited voor die Mario vs. Rabbids deel 2, zeg maar. Ah, ik heb die niet gespeeld. Ik snap wel dat mensen dat wel vet vonden. Alleen, ja, ik had zoiets van... Ja, kijk, weet je, ik kijk alleen maar Nintendo meestal. Ik kijk verder. Ja, oké. Nintendo is de enige waar ik wel redelijke verwachtingen heb, gewoon. Ja. Ik ga hem nog live kijken ook. Ja, ik ga hem live in YoungChat kijken waarschijnlijk. Hoe laat is dat? Wanneer? 6:00 dinsdag. Ah ja, dat is wel gunstig. Dan kan ik wel. Dus. Zoete geur. Kom maar op met die shiny. Oké, ik moet nog één gassie. En dan Xerneas. Ja, wat is dat voor typing? Fairy zeker. Ja. En? Fairy en fairy. Oh, het is een monotype man. Oké. Okay. Mag ik een tip geven? Nou. Masterball. Heb ik die? Als het goed is wel. Ja, maar... Ik mag fairy niet gebruiken, hè? Nee, maar dan kan je hem wel gewoon vangen en dan gewoon releasen. Ah, oké. Okay. Ik bedoel, ik ga Xerneas ook niet gebruiken, ook al mag ik Fairy wel gebruiken. Maar wel even vangen, zodat ik niet al te veel doden ga veroorzaken. Oh, wat doe ik allemaal? Oké, sorry. Ik werd eventjes afgeleid. Wat deed je? Ja... Ik werd afgeleid omdat ik geroepen werd. En toen dacht ik, dat is handig. En toen, ja. Sander, denk jij dat jij de kijkers het heel even kan vermaken met commentaar dat ik snel even naar de wc kan? Want ik kan het niet meer ophouden. Vooruit dan maar. Okay, ik probeer zo snel mogelijk terug te zijn. Is goed. Oké, oh ja, ik moet vermakelijk zijn. Ah, shit. De deur staat er weer open. Ja. Ja. Oké. Nou, Houndoekje is neer. En dan is Edmund ook neer. Ah, dan moeten we Xerneas vangen in zo'n masterball. Dat is wel het beste wat ik kan doen, want... volgens mij... Is hij tegen alles goed, zeg maar. Ja. Ja, nee, dat ga ik wel doen. Oh, nee, niet nog een battle. Of is dit de... Oh ja, dit is de... De Xerneas. Wow. Wat gebeurt er? Oké, deze cutscene is wel vet trouwens. Ik ga eerlijk met jullie zijn. Deze cutscene is wel vet. Ja. Dus. Oké. Laten we hem bevechten. Let's go. Oh, wat? Zo net was hij nog blauw. Ik snap deze Pokémon nooit. Ik denk altijd dat ik een shiny heb. Doordat hij de ene keer blauw is en de andere keer geelachtig. Zijn dat nou twee vorms? Ik heb geen idee. Ik weet het allemaal niet, joh. Ik weet het allemaal niet. Oké, laten we... Ik vind Yveltal trouwens wel mooier. Ik ga eerlijk met jullie zijn. Ik heb op zich niet zoveel met deze Pokémon. Masterball. Use. Oké. Laat die zitten. Oké, 1 shake, 2 shake, 3 shake. Oh. 1 bal gewoon. Hoe doe ik het? What the fuck?
What the fuck? Wat? Wow. Wow, dit is next level shit. Hier, nu is hij weer blauw. Zo net was hij. Wat gebeurde er, Sander? Ja, dit was next level shit. Ik ving Xerneas in één zo'n Pokémon-bal. Echt? Ja. Was de masterbal? Mogelijk. Ah. Ja, ik weet niet. Ik weet geen goede naam, dus ik doe... Xis. Doe hertje. Xis wat vandaag? Wat is de X vandaag? Laten we min... X... Kunnen we plus? Kunnen we ook kwadraten? Gewoon full on wiskunde. Nee? Lijkt het niet op. Ik zou het proberen. Heb je zo'n dakje anders? Ja, volgens mij heb je dat toch? Symbols? Ja. Oké, dan moet er toch ergens een dakje staan. Ik zie geen dakje. Oh, wat jammer dit. Wat jammer. Teleurstellend dit. Ja, dan weet ik het niet. Had je die gekke robotpak van Lysander gezien? Wat? Nee. Je moest toch dan is hij gewoon min X vandaag. Nee, ik wil hem helemaal niet in mijn box. Oh ja, je moet met hem Lysander bevechten. Maar dan mag je hem wel gebruiken, want dat kan niet anders. Moet dat? Ja. Oh, want ik heb hem zo net naar mijn... Nee, volgens mij heb je een Pokémon gekozen die je naar je box stuurde. Of niet? Nee, ik heb het gecanceld. Dat hij in mijn party komt, dus. Nou, dan zie je zometeen dat gekke robotpak van Lysander. Ja, ik zie het. Beetje Clement 2.0. Ja. Mien Xiao. Oh, dat moet ik niet met het dingetje doen. Oh, ik ben geheeld. Fijn. Dus dan kan ik gewoon weer dingen gebruiken, toch? Nee. Oh, werkt dat niet zo? Nee. Ik dacht dat dit zo'n normal playthrough zonder Nuzlocke regels was. Dan heb je verkeerd gedacht. Jammer. Not very effective and doet de helft van mijn damage. Wat een kut game. Zo. Acrobatics. Misschien gaat dat de morning KO. Ik heb wel geen item, dus in principe... Oh, hey, het werkt. Nien Xiao, more like Nien Xiao van niet. Haha, jij funny okay. Boy. Maar jij wou iets zeggen? Ja, ik wou iets vragen. Ik weet dat jij geen voetbalfan bent, hè? Maar ga je naar het Nederlands elftal kijken vanavond? Oh, is het WK al begonnen, joh? Het EK is begonnen, ja. Oh, het is ook nog niet eens het WK. Nee, ik ga waarschijnlijk niet kijken. Ik heb helemaal geen zin in, joh. Ja, voetbal is gewoon niet mijn ding. Nou, kijk. Ik volg het alleen als ik het... Normaal gesproken volgde ik het wel eens. Maar dat was dan meer... Omdat we dan gewoon gezegd met een groepje vrienden. Maar ja, keken. Alleen corona, dus dat wordt hem ook niet. Sad, dus ja. Sad. Dus nee, ik. Voor mij hoeft het ook niet zo per se. Nee, oké. Dus als we verliezen vanavond, is het jouw schuld. Dat is eigenlijk een beetje waar we voor gaan. Als we verliezen vanavond, dan zijn jullie heel boos op mij. En dan zit ik zo van: oké. Okay. Leven gaat door, jongens. Maar goed, ja, als jij dat niet zo vindt, dan sure. Ik zou wel, als ik jou was, gewoon. Helemaal, maar dan ook echt helemaal depressief gaan worden als Nederland verliest. Lijkt me wel een goede aanpak. Moeten drie wedstrijden spelen. Dus als vanavond verliezen, maar ik verwacht niet dat we vanavond verliezen. Maar als we vanavond verliezen, dan is er nog niks aan de hand. Tegen wie moeten we? Oekraïne. En
En hoeveel zijn er omgekomen bij die wedstrijd? Of nog niemand? Hoe bedoel je? Nee, hele flauwe grap. Nee. Oh, hij Mega Evil, waardoor hij geen flying meer is. En bedankt. Ik denk 4 times. Maar er zijn toch heel veel mensen omgekomen bij het EK. Nee. Hoe heet het? Bij de voorbereiding. Ja, nee, dat is de voorbereiding van het WK in 2022. Dus dat is nog niet dit toernooi. Ja, wist ik het. Maar jouw grap was op zich een beetje ongeplaatst, omdat er gisteren iemand met een hartaanval op het veld neerviel en dat hij gereanimeerd werd op het veld bij Denemarken. Oh. Ik weet niet, heb je dat nergens gelezen? Op Twitter niet? Nee. Oh. Ik had wel gehoord dat er iets was gebeurd, alleen ik dacht dat het gewoon een blessure. Nee. Met een Deense gast inderdaad. Maar ja, wist ik veel dat dat... Nee. Dat het meteen zo heftig was. Hij viel zeg maar in elkaar, zeg maar, uit het niets. Er stond niemand bij hem of zo. En toen moest hij gereanimeerd worden op het veld. Duurde fucking lang. Dus dat was wel heftig. Maar wat nog het heftig was, is die Willem Engel, die ken je wel, hè? Ja. Die klapmogol, zeg maar. Ja. Die had... gewoon op Twitter gezegd, oh, er valt een Deen dood op het veld. We moeten stoppen met die vaccinaties. Gewoon uit het niets gaf hij de vaccinaties de schuld daarvan. Wauw. Ja, iedereen was ook fucking boos op hem. Maar iedereen die voetbal dan volgt, zeg maar. Dat was best heftig. Ik zat live te kijken, hè, en opeens gebeurde ik van, what the fuck is dit? Dat snap ik. Maar ja, ik ga nog Pokémon verliezen waarschijnlijk. Sande. Nou, kijk. Mijn King Alert, die is super effective, hè? Ja. Alleen, het probleem is, hij doet 100 damage. En het is geen Dynamax, dus ik kan niet zijn Mega Evolution stallen door gewoon heel veel Full Restores te doen. Want dat blijft oneindig. Is het wel zijn laatste Pokémon? Ja. Een Mega Gyarados. Maar als ik naar Doge ga, dan is het Wounded KO met een Water Type. Ja. Als ik naar Imora ga, die kan sowieso niks tanken. Squirtle. Ja, dan Squirtle. Maar die kan weer niks doen tegen deze gast. Zonde van Imora, want die is wel 4 keer effective. Nee, niet meer dus. Oh nee, dat is het hele probleem, want hij is nu dark. Ja. Ja, dan zou ik toch Pangoro proberen, denk ik. Nee, want die gaat sowieso dood. Oh. Als hij 1 Aqua Tail doet, dat doet 100 damage. En ik zit nu op 185 als ik zou healen. Dus dan ben ik gewoon aan het stallen voor niks, zeg maar. Ja, dan Smackdown weet ik niet. Smackdown heb ik op Greninja. En ik dacht dat is super effective, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Oh, dat is wel neutral. Is dat wel de beste move? Ja. Het zijn keuzes dan. Outrage. Oh, dit is kut. Outrage, wordt het niet steeds sterker? Nee. Wordt niet steeds sterker. Maar hij doet wel een paar keer achter elkaar diezelfde aanval. En dan raakt hij daarna geconfused. Dat is dan niet erg. Zolang hij maar niet erger wordt. Ik dacht dat hij erger wordt. Volgens mij niet. Er is wel gewoon kans op een crit, zeg maar. Maar verder wordt hij als goed is niet erger. Crit. Nee. Oh. Ja. Confused. Oké, dat is chill. Dat was een crit. Dat is echt heftig. Leef op 25 HP. Dus ik leef nog. Dat is vooral de boodschap die ik je mee moet geven. Oh. Dankjewel, Gyarados, voordat je zo'n debiel bent. Heet hij zichzelf? Hij heet zichzelf, ja. Nice. Dat gebeurt normaal nooit bij de computer. Maar nu? Ja, nog een keer, lekker voor je. Wat, dikke luck. Kutvis. Nou, dikke luck. Ik ben al 2 mensen verloren vandaag. Dat klopt, maar dat was niet... maar dit is toch fucking veel geluk dat je 2 keer... Dit is wel leuk. Ja, dat wou ik zeggen.
Zeg even als je klaar... Omhoog. Zeg even als je klaar bent met je battle trouwens. Nu zo'n beetje. Oké, okay, nou, als je klaar bent om de aflevering te beëindigen, moet je het zeggen. Ja, is goed. Ja, kan je de aflevering beëindigen al? Nou, 3 seconden of zo. Maar ja, in principe wel. Okay. Doe gewoon je afsluiting. Oh, komt nog een hele cutscene, nevermind. Ja, dat dacht ik al. Dan ga ik alvast terug naar de... Oh, oeps. Naar het stadje waar ik net was. Ik vind Heatmore best een vette Pokémon. Ah. Ja, dat snap ik wel. Heb je al een Heatmore? Nee. Oké, want die kan je straks wel vangen. Waar? In de route waar ik nu ben. Dus de route waar jij zo meteen naartoe gaat, zeg maar. Ja, oké. Nou, dan ga ik dat doen, denk ik. Oh, wat is dit? Holy... Oh, deze cutscene is ook nog heel lang. Ik denk dit is even een kort cutscene... Van dat Lysander zo doet van... Nee, mijn plan. Nee. Maar er komt gewoon nog meer destructie. Het is verschrikkelijk. Ik doe zo van... Hey, Pokémon, er is niks aan de hand. Ik red je. En dan... Oké, ik maak de hele wereld wel kapot dan. Oké, ja. Fair enough. Ja, als het zo moet, hè. Ja, ik denk dat ik de aflevering wel kan beëindigen, want die cutscene is op zich niet zo heel interessant voor de kijkers, toch? Of ben je daar niet mee eens? Hij is denk ik nu bijna af, want nu is alles kapot. Nice. Ja, sluit maar, ga maar gewoon afsluiten. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vind je Sander nou een coole dude? Ga even op hem abonneren. Link staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende aflevering. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.